Klimaatpaus Frans Timmermans begint ondertussen wel hele stoere taal uit te slaan tegen Pieter Omtzigt. Laten we even kijken. Eindeloos spelletje. Doet hij het wel of doet hij het niet? Leidt gewoon af van de echte problemen. Ik ben er een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Hij doet maar wat hij wil. Ik stem zelf niet op Omtzigt. Maar we kunnen toch wel stellen dat Omtzigt echt een maatje te groot is voor blaaskaak Timmermans. Timmermans liegt, manipuleert, speelt in op de emoties en op schuldgevoelens om zijn klimaatgekte en woke-idioterie door te drukken. Zijn analyses over het klimaat zijn ook altijd gebaseerd op modellen, niet op de realiteit. Terwijl Omtzigt zich altijd baseert op bestaande data, feiten dus. En ideologisch gezien is Omtzigt ook een stuk conservatiever en traditioneler. En wellicht is het uitstellen van een knoop doorhakken in het openbaar of hij wel of geen premier wordt, strategie. Spanning opbouwen, net als wat hij deed bij het oprichten van zijn eigen partij. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ik stem in ieder geval niet op Omtzigt, maar ik hoop dat hij zich niet in zal laten met het World Economic Forum. Ik stem op Forum voor Democratie.